En om 17:15 in sporthal bij Schaarsvoorde in Aalten waren de heren aan de beurt. Piteas 1, die staat op de 7e plaats met 15 punten tegen Pluto uit Wageningen. Pluto speelt in het groen, Piteas in het blauw. Piteas op een 7e plaats met 15 punten. Ja, ze zouden dus met een goed resultaat wat hoger op kunnen klimmen. De heren van Pluto, gemiddelde leeftijd werd mij verteld toch zo rond de 50. Alhoewel er eentje meespeelt, die haalt dan de leeftijd ietsje naar beneden. Goede ploeg, rustig in de opbouw. Wordt onderschept. Dat is de man die de leeftijd iets onderuit haalt, nummer 5. Rustig bekijken, rustig rondspelen de bal. Zoeken naar de vrije man. Vrije man gevonden, 3 punten. Maar de andere kant kan het ook, puntje erbij voor Piteas. Ja, in deze tweede klasse A senioren spelen ze een leuke partij tegen elkaar. Ook nu niet veel publiek op de tribunes. Vrije worp. Puntje erbij. Bal onderschept. Snelle aanval. Ja, prachtig samenspel. Mooi, mooie score, mooie score. Ja, basketbal, het is een snel spel. Moeilijk te volgen soms met de camera. Maar veel van de doelpunten hadden we wel. 4x10 minuten dus. Weer een vrije worp. Mooie score. Puntje erbij. Mag het nog een keer proberen. En ook die lukt. Maar u ziet, Piteas kan het ook. Vrije worp van Piteas. Van Pluto natuurlijk. Even de bal terug aan de scheidsrechter. Nou, het gaat niet altijd goed. Ja, Pluto loopt behoorlijk uit. Nee. Ze hadden niet te veel in te brengen. Ook nu hier, bij, net zoals bij de dames, ze keken constant tegen een achterstand aan. De mannen van Piteas. Vrije man zoeken, rondspelen. Mis. Kan niet altijd goed zijn, nog een herkansing. En die is dan wel raak. Maar ook aan de andere kant gaat het goed. En weer een 3-punter. Ja, dat telt dan wel even op, maar toch mocht het niet baten. Ook hij kan het. Er wordt regelmatig gewisseld. En u ziet onze tweede cameraman staan. Cesari Dupré. Kon het ook allemaal goed bijhouden. 3-punter voor Piteas. En nog één. Ja, kijk, ze kunnen het wel. Even was er de angst bij Pluto dat ze toch de voorsprong zouden gaan verspelen. Er is niks mis mee hoor met het spel van Piteas, maar ze had iets minder geluk. Even een aanslag op de scheidsrechter. Was hij het nou oneens met de beslissingen? Zal toch niet waar zijn. Ja, het loopt tegen het eind van de wedstrijd. En de eindstand is dan bereikt met 48-65. Leuke partij. Volgende keer beter, moet je maar denken.